Speciaal is deze wedstrijd voor jou natuurlijk tegen je eigen vader. Ja, het is natuurlijk extra lekker dat je wint. En alleen wij zitten nu als team in de fase, wil je gewoon iedere week winnen. Ja, zeker als je net weer hoort dat de treffers punten laat liggen, loop je weer wat uit. Maar dat is gewoon heerlijk. Ja, wij kijken gewoon per week wie we krijgen en daar wil je van winnen. Alleen voor mij persoonlijk is het natuurlijk wel extra lekker dat ik van mijn vader win. Heb je vader al gesproken? Ja, net even op het veld en verder nog niet echt, maar net op het veld even contact. Ja, dat ik vond dat ze niet hun eigen spel speelden en dat het een beetje slap en zwakjes vanuit hun kant was. Dat had ik niet verwacht, want ja, het is gewoon een goede sugge ploeg, gezien ook de resultaten de laatste tijd. Of wij waren gewoon goed vandaag, zo kan je het ook melden. Ja. En maar gewoon een goede overwinning terecht. Jullie waren de eerste of niet echt heel goed, denk ik. Nou, we speelden snel de lange bal, maar dat komt ook door hoe GVV speelt. Heel hoog druk zetten, ja, soms moet je ook geen risico nemen, dan maar even anders voetballen. Ik vond dat we eerst zelf genoeg kansen creëren. Zij komen één keer voor de goal en dat is ook de 1-1. Dan start je gewoon goed de tweede helft, heel snel 2-1 en dan moet je uitlopen. Uiteindelijk wordt het 4-1, maar ik denk dat we wel meer goals hadden kunnen maken op basis van de tweede helft. Op basis van de tweede helft wel, maar vorige week tegen Quickbosch ook al eerste helft niet al te best. Nee, maar we zijn ook op dit moment zijn we al een tijd koplopen. En daar kijken ook ploegen tegen, die gaan ook kijken hoe wij spelen. Ik denk dat we ook hebben geleerd van de laatste jaren. Leuk, het mooie voetbal van achteruit, dat wil iedereen Manchester City zijn. Maar dat zijn wij ook niet. Zoals je ziet, tweede helft kunnen we dat wel van loopbouw, want dan komen er wat meer ruimtes. En soms moet je ook gewoon eerlijk zijn en op zekerheid spelen en op resultaat. En dat zie je dat we dit jaar doen. En ja, dat zie je nu ook terug in de ranglijst. Ah, precies. Uiteindelijk gaat het om het resultaat. En ja, het is allemaal mooi inderdaad. Iedereen wil zoals als Ajax de, weet ik veel, Johan Cruijff. Ja, klopt. En het is echt dat jullie echt met het doel in het achterhoofd zitten van wij willen één ding en dat is gewoon kampioen. Wij willen winnen en de voorgaande jaren hebben we wel eens leuke wedstrijden gespeeld. Maar eind van het seizoen tiende geworden. Ja, niemand heeft het dan meer over zo'n seizoen. En nu zijn we met iets moois bezig en hopelijk geven we dat een vervolg. Ja. Ja. En jullie hebben mooie goals ook, hè? Met die 4-1 van Ahmed El Azouti, ja. Die 3-1 van Green. Ja, die van Green was wel heel mooi. Die daalt ineens heerlijk over de keeper heen. Ja, dat was echt... Dat zei ik net ook al tegen Chris. Dat was bijna hetzelfde als de halffinale beker. Ja, en die schiet die echt... Ik denk, die gaat over. Maar die daalt op het laatste moment heerlijk nog naar beneden. Echt, hij kan goed schieten. Voor mij mag hij het vaker doen als hij dit iedere week doet. Heerlijk. Ga je vanavond nog even langs bij je vader of morgen? Of is nee, het... vanavond al wel. Dus, het is wel weer gewoon vrede tussen jullie. Het is gewoon groot verliezer moet hij ook zijn. En hij moet hem gewoon accepteren. Zeker, het is niet zo dat we in de laatste minuut winnen. Dus ik denk wel dat hij het in het verloop van de wedstrijd al wel aanvoelde. Ja, precies. En jullie zijn officieel winterkampioen. Jullie staan 8 punten voor volgens mij. Op de 7 hoorde ik net. Oké, 7 met nog 2 wedstrijden te gaan. Ben je dus niet mee in te halen. Zijn jullie ook nu echt de uitgesproken favoriet voor de zomer? Als je zo'n lange periode bovenaan staat, dan noemt iedereen je dat wel. Maar met alle respect, we hebben nog 19 wedstrijden te gaan volgens mij. Ja. Dat zijn er heel wat en er zijn heel veel punten nog te halen. Dus het is echt weer... Wedstrijd voor wedstrijd, cliché en zo. Die winterkampioen, dat slaat nergens op. Want leuk, maar je wint er niks mee. Als je bijvoorbeeld daarna de eerste 5 wedstrijden verliest, na de winterstop. Ja, ik heb nog nooit iemand de prijs zien pakken als winterkampioen. Die hem in de winter al kregen. Dus we moeten gewoon wedstrijd voor wedstrijd. En we moeten gewoon zorgen in de competitie. De volgende 2 wedstrijden wil je ook gewoon weer met winst afsluiten. Volle bak. En dan hebben we nog een mooi affiche voor de beker. Zijn jullie daar ook al in het hoofd van? Nee, niemand eerlijk gezegd. Want kom op zeg, jullie hebben zo'n brede goede selectie. Ja, jullie gaan toch echt niet even 5 wedstrijden achter elkaar je weet niet winnen. Jullie zijn veel te goed ervoor. Ja, maar ja, Katwijk had ook een fase dat het even minder ging vorig jaar. En je weet het niet hè, alles kan. Dus daar zijn we ook gewoon ook mee bezig. Want het kan ook een keer minder gaan, maar zolang je alles blijft geven als team, dan moet het ook goed komen. Okay, nou.